Patrick van Lunteren is voor de SP wethouder in de gemeente Breda. Maar met de gemeenteraadsverkiezingen is Bas Maas de lijsttrekker. Nou, dit is de foto van hem, die laten we vandaag zien. En daarbij gaat natuurlijk ook weer de vraag, gaat u stemmen op 21 maart? Zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet? Deze foto laat zien, weet u dan wie dat is? Nee. Hij is van de SP, Bas Maas, de lijsttrekker met de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Nou, dat is fijn voor hem. Dat is fijn voor hem, hè? Ja, gefeliciteerd. Zou ik zeggen. Ja, dat vind ik ook. Maar ga u stemmen op 21 maart? Ik ga wel stemmen, ja. Ik ga sowieso niet stemmen. Ik ga altijd wel stemmen, ja. Weet u dan ook al op welke partij? U hoeft het niet te zeggen, hoor. Maar... Ja, weten we absoluut, ja. Want waarom stemt u dan op die partij? Stemmen we altijd op. Ja. Ook bij landelijke verkiezingen. Waarom geeft u uw stem aan een bepaalde partij? Wat moeten ze dan doen voor de stad? Wat belangrijk is, denk ik, dat er... Ja, dat is een hele goeie. Mm. Nou ja, dat er... Goeie vraag, hè, van mij. Ja, daar heb ik over nagedacht, hoor. Ja, ik moet zelf even over nadenken. Ik vind het al wel prettig dat er weer een Marijnissen terug in de SP zit. Okay. Dat is al wel heel prettig, ja. Want... Dus je volgt het wel een beetje? Een heel klein beetje. Ja. Dan hou ik al op bij de SP en GroenLinks. Ja. En verder goed, in Breda hebben we natuurlijk ook de SP en GroenLinks die meedoen, hè? Maar wie er meedoen bij de gemeenteraadsverkiezingen, weet ik niet. Ja, eigenlijk is het allemaal hetzelfde, hoor. Maar ja, als je niks doet, dan mag je niet mopperen ook. Nee. Maakt het nog verschil uit of dat het voor de gemeenteraad is of voor de landelijke politiek? Hoe dat een partij zich onderscheidt in de stad? Uiteraard, dat speelt zeker een rol. Dus ja, zeker. Waar let u dan bijvoorbeeld op? Belangen van waar je zelf mee te maken hebt, zeg maar. De dorpbelangen waar we in wonen. Ja. Dat vinden wij heel belangrijk. Ja, kijk, toch wel dat ze mijn leeftijdgenoten goed bedenken. Mm. Dat ze daar in ieder geval de best voor doen. Ja. Dus 50 plus. Ja, dat kun je dat zien dan. Stemwijze sowieso, ja, kijk ik ook altijd wel na. Maar in ieder geval, ik doe het neutraal, maar in stemmen doe ik altijd. Ik vind dat altijd zonde van mijn stem, als ik het niet doe. Ik kan je niet overtuigen om toch te gaan stemmen op 21 maart. Als het op zulke soort dingen aankomt, dan gaan ze vandaag praten om op een gegeven moment over 10 jaar een keer een resultaat te zien. Hè? Ja. Dat is heel vaak waar, hè, bij de... En jij gaat dus ook niet stemmen? Nee, ik denk het niet. Ja. Nee. Of denk je er nog over? Ik denk erover na. Oké, succes. Dank je wel. Ik kan wel goed zingen. Oh, ja, zing even dan. Dan TV, of niet? Ja, zing maar even. Serieus, kom TV. Ja, nou, vooruit. Nou, voor alle politieke lijsttrekkers in Breda, het volgende chanson. Okay. 25 years and my life is still trying to get that great big deal of hope. For a destination. And so I wake in the morning and I step outside and I'll take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what is going on? And I'll say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I'll say, hey, what's going on? Dat was hem dan, hè? Oké. Nou, dan kunnen de politieke lijsttrekkers dus wel wat mee. Bedankt, hè? SP Breda maakt het verschil. De afgelopen 4 jaar hebben we ons ingezet voor meer betaalbare woningen, voor betere zorg en de bestrijding van armoede. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. De komende 4 jaar hebben we daarom de volgende 5 speerpunten. 1. Geld voor de zorg gaat naar de zorg. We schaffen de eigen bijdrage voor de WMO af. 2. Van alle nieuw te bouwen woningen is 50% goedkoop of middelduur. 3. De inkomensgrens voor armoederegelingen verhogen we zodat meer mensen ervoor aanmerking komen. 4. We maken serieus werk van gemengde wijken en scholen. En 5. De inwoners zijn de experts van hun buurt. We geven hen het laatste woord. En daarom komt er een bindend referendum. Daarom maakt de SP het verschil. Samen met u.